Yo mensen van Golden Power Productions, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de GTA Freeroam. Het eerste wat jij afvraagt, Jos, waarom heb je fucking jas aan? Nou, ik kwam mijn kamer binnen, het was fucking koud. En in plaats van de verwarming aan te zetten, deed ik mijn jas aan, omdat dat minder moeite is. Dus vandaag gaan we natuurlijk GTA Freeroam doen. En dat is natuurlijk de serie waar jullie in de comments achterlaten. Jullie laten zeg maar ideetjes achter in de comments. Ik print ze uit, stop ze in de grabbelpad. Oh, ik gooi het op de grond. Dat is goed. Kijk, en ik heb vandaag een hele hoop nieuwe reacties uitgeprint. Hier gaat erin. Zo, moet het al een beetje mixen, anders is het niet eerlijk. Er zitten natuurlijk ook heel veel reacties in van misschien wel 10 afleveringen geleden die nog steeds niet aan de beurt zijn geweest. Allemaal van die mensen die denken van, wat ben ik nou eens aan de beurt? Duurt allemaal lang? Of zit ik er überhaupt wel in? Nou, ik kan je vertellen, er zitten mensen al best lang in die ik er nog niet uit heb gehaald. Maar goed, vandaag zit hij weer propje vol. Laten we eens kijken wat er uitkomt. Eentje graag. Dit is... Even kijken hoor. Rodi Huiskens wordt Herman en zet koeien in brand. Oh shit, we gaan weer met boer Herman spelen. Oké, gaan we doen. Trouwens jongens en meisjes, ik heb een fucking coole mededeling. Die ik binnenkort nog een keer ga doen in een andere video. Ik heb GTA voor de computer. Oh shit. Ja, inderdaad. En jij vraagt je natuurlijk af. Jos, je hebt natuurlijk altijd geen GTA voor de computer gekocht omdat je... computer niet goed was. Dat klopt. Heb je dan een nieuwe computer? Nee, ik heb nog steeds dezelfde laptop. En blijkbaar draait GTA wel op mijn laptop. Hij draait alleen tussen rond de 25 frames per seconde. In principe is dat normaal, maar tegenwoordig... Hé, dat is Peter. maar tegenwoordig zit iedereen rond de 30 en 60. Maar 25 fps was een paar jaar geleden gewoon normaal. Maar het ziet er niet uit op 25 fps. In ieder geval, het komt erop neer. Mijn laptop is niet fucking geweldig, maar ik kan wel GTA aan. Dus dat is mooi. Dus ik ga hem eens een keer maar eens van mods doen misschien. Als ik tegelijkertijd ook kan opnemen, want mijn computer moet dan en GTA doen en opnemen. Dus ik weet niet of dat hij dat trekt. Maar in ieder geval, ik kan wel bij Mitch af en toe opnemen. En in de tussentijd ben ik gewoon aan het sparen voor een nieuwe computer. Dus, maar ik heb in ieder geval GTA voor de computer en ik kan het spelen. Dus houd dat in je achterhoofd als je een nieuwe suggestie plaatst. Misschien dat ik volgende week al wel, waarschijnlijk wel, GTA op de computer een keer ga freeromen. Ik ga het wel afwisselen, want de instellingen of de graphics op mijn Xbox zijn nog wel iets mooier als hoe het ingesteld is op mijn computer. Ik ben nog steeds fucking de boeren aan het zoeken. Wat was dat hier ook weer? Laborers? Ah, hier. Zo gevonden. Dit lijkt wel een boer Herman. Let's go. Volgens mij was het de eerste aflevering van GTA Freeroam waarin ik jullie vroeg om suggesties te geven. Volgens mij was dat die aflevering met boer Herman. Dat is wel lang geleden. Volgens mij is het meer dan 10 afleveringen geleden, geloof ik. Goed, vandaag de terugkeer. De wederopstand van boer Hermian. En hij gaat vandaag koeien in de fik zetten, want dat was wat Rodi... Oh, ik heb zijn comment nog niet laten zien. Kijk... Dat is de comment van Rodi Huiskens. Ik ga niet de hele aflevering koeien in de fik zetten, dus ik pak zo meteen weer een nieuwe. Ik heb zo echt niet normaal, jongen. Kijk dan hoeveel fucking kaartjes erin zitten. Dat is belachelijk. Belachelijk, ja. Jerrycan. Niet weglopen. Ik heb geen Molotov cocktails. Hoe kan ik dan... Ah! Gewoon even een oliespoor door het water leggen, want dat brandt goed. Kut. Oké. Oh, dat gaat natuurlijk helemaal niet. Ah, kutkoeien. Oké. Anders doen. Ik kan ze ook stunnen. Koeien! Elektrocuteren! Maar dat was natuurlijk niet wat Rodi zei, dus... Ik moest ze in de fik zetten, dus dat kan ook met RPG's, geloof ik. Zo kut, in deze director mode heb je helemaal geen Molotov cocktails. Dan maakt het zoveel makkelijker. Maar in ieder geval, ik kan wel koeien opblazen. Hij staat in de fik. Ja! Brandende biefstuk! Met vel! Want op een biefstuk zit normaal geen vel en biefstuk wordt meestal van koeien gemaakt, toch? Zo stom, hè? Zo'n grap maken en dan je eigen grap uitleggen, dat is echt stoem. Nou, laat ik dan nog maar eens eventjes een paar koeien in de fik zetten. En ondertussen even zeggen dat ik binnenkort weer een paar keer ga livestreamen. En dat ik echt een geweldig cool idee heb voor een nieuwe livestream. Of wat ik misschien vaker kan livestreamen. Zou ik dus laatst aan te denken. En dat is fucking geniaal. Ik ga zeg maar binnenkort een keer livestreamen. En dan laat ik jullie weten. En als je me nog niet volgt op Twitch.
Mijn Twitch-account staat onder in de beschrijving. Dan kan je mij volgen op Twitch. En dan krijg je zo'n mooie notificatie zo van... Jot is online! En dan denk jij bij jezelf van... Oh mijn god, ik moet nu heel snel naar die livestream. Want anders heb ik heel mijn leven verneukt en shit. Hey, dat is ook een koe. Die ga ik in de fik zetten. Yeah. Maar goed, dan krijg je dus een melding van. Als je me volgt. Als je de melding aan hebt staan, dan kan je ook uitzetten. Maar goed, dan ga ik Rockstar Editor livestreamen. En dan gaan jullie in de Twitch-chat bepalen... wat ik moet gaan opnemen, want ik ga zeg maar een cool filmpje maken dan in GTA. Helemaal geanimeerd. En dan mogen jullie bepalen welke personages ik ga pakken, wat er moet gebeuren in het filmpje en dat soort shit. En die ga ik dan uiteindelijk uploaden op een tweede kanaal, God of Power 2. Dat lijkt me fucking cool. En dan gaan we gewoon samen zeg maar zo'n Rockstar Editor dingetje maken. Ik heb net die koe in de fik gezet. Dus er waren wel weer genoeg koeien voor vandaag. Mijn controller flikkerde bijna af. Tijd voor opdracht 2. Oh, ik hoor allemaal shit op de grond. Even kijken. Huppatee. Gaat lekker vandaag. Fix een vliegtuig en ga een stuntman uithangen. Oh, dat gaat fout. Oh, ik moet hem nog laten zien. Ik moet die shit laten zien. Van Geke, geloof ik. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar je spelt het als G-E-K-E, dus... Nee, dit is niet echt een goede piloot, hè? Ik zoek even een goede piloot. Peter wordt de piloot! Oh yeah, Peter in een zwart t-shirt deze keer. Als je niet weet wie er is. Kijk, GTA Gekkenwerk, dat is mijn GTA-soap. Soap slash actie-comedy-serie. En dit is de hoofdrolspeler. En dit is echt een van de beste series die ik ooit gemaakt heb in GTA. In ieder geval, we gaan... motherfucking... een stuntman uithangen... met een jet is het wel het leukste natuurlijk. Dus dan moeten we eventjes... En dit zit natuurlijk... Mijn facecam zit hiervoor. Maar ik zit nu mijn onsterfelijkheid aan te zetten. Wanted level. En de restricted areas en shit. Oké. Vorige aflevering had ik mijn facecam linksonder. Omdat ik heel veel tekst linksboven in beeld wilde laten zien. Maar normaal gesproken zit mijn webcam dus linksboven. En dan zie je gewoon alles wat linksboven in beeld staat niet. Maar ja, pardon, dat was een boegertje. Als je hem rechtsboven zet, dan zie je de shit rechtsboven niet. En als je hem rechtsonder zet, dan zie je de shit rechtsonder niet. Maar ja, het is ook een beetje... Mensen lezen ook een boek van links naar rechts. Hè? Dus dan begin je op het scherm. Kijk je eerst links. En als je facecam rechts doet, dan is dat raar. Ik heb wel eens gehad dat mensen gewoon... op de helft van de video pas zagen dat ik een facecam had, omdat hij rechtsonder in de hoek zat. Dus raar. Super jump aan. Hey. Oh, dacht dat een tank was. Maar tank het toch even niet. Oh, badoem. Oh yeah. Ik heb zo'n cool soundboard op mijn computer waar ik badoem tush kan doen. Maar die heb ik niet aanstaan. Dus dat kan niet. Dus hey, een cargo bob. Oh, ik zat net meteen aan Just Cause te denken, want in Just Cause kan je zeg maar zo'n grappling hoek er naartoe schieten en dan zo die helikopter stelen uit de lucht. Maar dat kan niet in GTA, dus dat kan helemaal niet. In ieder geval, we gaan een cool stuntje doen. Ik ga proberen... Oh mijn god, als dit lukt hè. Ik ga onder een brug doorvliegen en dan maak ik zo'n achterwaartse salto en dan probeer ik er nog een keer onder door te vliegen. Waarschijnlijk ga ik dan dood. Oh nee, ik ben invincible. Maar waarschijnlijk lukt het niet, want mijn vliegtuig kan wel kapot. En hier is het namelijk een goede bruggeske daarvoor. Van in ieder geval, er zijn helemaal geen goede brug ervoor, maar het is gewoon fucking moeilijk. Oké. Daarom maakt het leuk. Daarom is het een goede brug, omdat het fucking moeilijk is. Let op. Hup! Oh, damn! I did it. En nu maar hopen dat ik er nog een keer onderdoor kan. Kan dit? Oh mijn god, het is water! Wow, de schietstoel is totaal geflipt. Nou, dat zou je wel kunnen zeggen. En Peter is helemaal nat, net als jouw moeder. Oh, oh mijn god. Smerige grapjes, kan ik hier nog op? Ik kan hier gewoon nog op, dames en heren. Au, joh! Smerige man met een bioot. Kan je in die Oh, dat wil ik testen. Dat wilde ik altijd als een keer testen. Als je dit in het water rijdt, doet die boot het dan? Want het zijn wel boten, zeg maar. Ja, ik weet niet. Daar vroeg ik me altijd al af. En helemaal godverdomme zeg! Deze man, jongen. Wacht, ik moet hem even kapot maken, hoor. Met een machette! Ja, nou durf je niet meer! Nou durf je niet meer! Godver, dan rent hij weg. Moet ik allemaal weer erachteraan. Shotgun! Nice. Nou, daar vroeg ik me laatst af in een livestream, volgens mij. Of in ieder geval...
een keer terug met Kevin GTA zat te spelen. Toen dacht ze van, deze poten, kunnen die nou varen, weet je wel, als je die in het water smijt? Dus dat gaan we doen. Moet ik wel even water vinden. Ja, daar onder de brug lag water. Maar ja, ik kan daar niet zomaar van afrijden. En helemaal niet met een aanwagen, met een boot erop. Maar dat komt allemaal wel goed. Geen zorgen, geen paniek. Dus als jij nou zit te hyperventileren achter je computer, dat moet je echt niet doen. Dat is niet goed voor je, denk ik. Oké. Laten we kijken of dit werkt. Anders is Illuminati echt confirmed hoor, als hij het doet. Oké. Een auto trekt een boot voort, dat is ook heel raar. Oké. En nu erop. Peter! Doe normaal. Ga erop. Het lijkt wel op een boot wat hier kan besturen. Het lukt! Oh! Illuminati confirmed! Hij zit wel ontzettend vast. Oh nee, toch niet. Oh shit! Het kan gewoon! Oh! Ik wist helemaal niet dat dat kon. Oké. Wauw. Is dat mysterie ook opgelost? Wow, ik kapseisde hem bijna. Dat is niet gezond. En dat betekent natuurlijk maar één ding. Dat je volgende week zaterdag weer achter je beeldscherm moet kruipen voor een nieuwe GTA 4 ramp. Bedankt voor het kijken. Druk een duimpje omhoog. Laat natuurlijk je suggesties achter. Later!